Hey mensen, we staan hier in het pittoreske Homoed. Met natuurlijk bij ons een Homoed. Vandaag gaan we deze uitlaat behandelen in deze review. We gaan het eigenlijk heel simpel houden. We gaan het namelijk hebben over twee dingen. Ten eerste, hoe klinkt die? Best wel belangrijk. En ik kan je vertellen, het is wel intens. En natuurlijk de snelheid. Hoe snel is die? En is het echt de snelste uitlaat van Thomas? Laten we even beginnen met hoe die klinkt. Ik ga jullie nu laten horen hoe die klinkt stationair. En hoe die klinkt als je hard voorbij rijdt. Oké, dus hier komt het stationair geluid. Hoe hard is dit geluid, Jacco? Even om het te omschrijven. Het is niet stil, maar het is ook niet te gek of zo. Nee, ik vind het persoonlijk wel kunnen. Het is wel aan de luide kant, zeker voor Thomas. Ik heb een keertje gesproken met iemand die had een Homoed, maar zijn buren hielden erg van hun rust. En toen heeft hij zijn Homoed weg moeten doen omdat de buren hem te luid vonden. Ja, dus hou dat wel in je achterhoofd, maar hij is niet heel veel luider dan een aantal andere tunings uitlaten. Nee, ik denk dat hij net zo luid is als mijn uitlaat. Ja. Misschien in mijn uitlaat zelfs nog meer lawaai maakt. Deze is een heel klein beetje dieper, denk ik. Ja, maar... ja precies. De meeste uitlaat zijn wel scheller, ja. Maar een Bullet is ook veel lawaai. En... mijn Tecno 800 mm is ook veel lawaai op zich, dus... ja, dus als je al een andere op voor uitlaat hebt, is het niet heel veel anders hoor. Dan gaan we nu nog even hard voorbij crossen. Oké, dus nu heb je gehoord hoe het klinkt. Dit is ook een best wel hard geluid. Zowel bij het wegtrekken als ook op toeren. En als je het gas loslaat, dan pruttelt hij nog een beetje na. Je hoort nog... en het is best wel intens. Hoe vind jij het klinken, Jacco? Klinkt heel gaaf, maar is niet stil. Op snelheid niet. Je kan er wel rustig mee rijden. Ja, maar... interessant. Ja. Stil en... gaat het nooit worden. Hoe is het qua performance, Rutger? Oef. Inderdaad, nu gaan we over op de snelheid. Qua performance... vind ik hem echt lekker. Mensen zeggen dat het de snelste uitlaat is voor Thomas en ik geloof het zeker. Maar het is ook zeker een van de duurste uitlaten voor Thomas. Ja. Dus dat is zeker iets om in rekening te houden. En hij is, ze zeggen dat hij alleen goed is voor top vooral. Maar ik vind de trekkracht ook wel redelijk goed. Trekkracht is ook goed hoor. Ja. Ik vind hem over de gehele linie best wel goed met in de top inderdaad nog wel een extra piekje. Maar ook onderin is hij zeker respectabel. Ik heb weinig aan mijn setup veranderd de afgelopen tijd. Met een snelbrom reed ik ongeveer 43 op de rollenbank. Met een Bullet uitlaat reed ik ongeveer, hoe hard zijn we naar Oostenrijk gereden? 50, iets harder denk ik. Iets in 50. En hiermee rijd ik ergens rond de 60. Ik denk ergens tussen de 58 en de 62, 63. Ja. En dat is voor de rest met een 14-12 carburateurtje. En een airstyle gewoon... snel, ja. Met een poeg groot druk op. Ja, maar wel gewoon 50cc. Ja. Dus, hij is wel snel jongen. En trouwens met een 26 tandse achtertandwiel, hij maakt echt veel toeren. Ja. Hij maakt echt veel toeren. Zou ik deze uitlaat aanraden aan iedereen? Kan. Als jij echt houdt van performance, zou ik hem zeker aanraden aan jou. Als jij nou iets krapper bij de kast zit, zou ik zeggen, doe het niet. Voor de helft van het geld heb je een hele mooie uitlaat. En ik denk 95% van de plezier. Maar die extra 5% mag natuurlijk zeker wat kosten voor sommige mensen. Ik denk dat het duidelijk is voor Jacco of niet. Ja. Dat was dat het voor deze video. Als je het leuk vond, doe een duimpje omhoog. Wil je meer uitlaatvideo's zien? Zeg het in de comments. Misschien kunnen wij iets regelen met Thomas Shop. Maar dan moeten we natuurlijk wel laten zien dat mensen het willen. Dat was dat. We zien jullie graag terug in de volgende video. Doei doei!